Ik ben nu in de showroom van Gele Zonwering Is Het Dat? En zometeen spreek ik met jonge ondernemer Gaston Gele, want hij heeft in december het bedrijf overgenomen met zijn zus van zijn vader. Maar daarnaast is hij als jonge ondernemer ook actief in allerlei andere evenementen en daarover vertelt hij zo meer. Vrij recent heb jij het overgenomen samen met je zus. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Ik woonde eigenlijk in Spanje, daar werkte ik ook. En op een gegeven moment kwam mijn vader naar Spanje gevlogen en om mij twee dingen te vertellen. Eén, je wordt oom. Mijn zus die was zwanger van de eerste. En twee, daardoor heeft je zus wel hulp nodig. En heb je interesse om de zaak over te nemen of wil je daar eens over nadenken? En als het niet zo is, is het niet zo. Het is jouw keuze. En daar heb ik eigenlijk minder dan een maand over nagedacht, een vliegtuig gepakt en de kansen aangenomen. De eerste paar weken ga je dan met je vader mee en die stelt zich voor aan zijn netwerk. Ja. En dan gauw heb je in de gaten van nou, het is leuk dat ik het netwerk van mijn vader ken. Maar die blijven toch wel bij mijn vader. Dus je moet toch langzaam je eigen netwerk gaan opbouwen. Ja, sinds een paar maanden nu is het sinds de half december hebben we het officieel overgenomen. Hebben we alles getekend en is het helemaal rond. En zijn jij en je zus? Ik en mijn zus, ja. Ik had verwacht dat er niet veel zou veranderen, want ik was al algemeen directeur voor ik de overname deed. En toch verandert er stiekem heel veel. Ja. Want elke beslissing wat je neemt is nu je eigen beslissing en kan je niet meer voorleggen. Kan wel, papa is nog steeds adviseur. Maar ja, je zal zelf de beslissing moeten maken, want je beslist nou over je eigen portemonnee. Ja. En dan maak je één makkelijke beslissing, omdat je hoeft het niet meer voor te leggen. Mm. Maar twee, er komt ook een hele hoop meer op je af. Nou goed, ik kan me voorstellen dat je nu even de focus legt op om deze rol zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Mm. Maar heb je ook al nagedacht over de toekomst van bepaalde dingen, hoe jij vanuit jouw perspectief dingen anders zou doen of nieuw? Ja, ik heb sowieso zal ik het even noemen, een technisch directeur aangenomen. Echt een bouwkundig iemand. Ja. Die eigenlijk verantwoordelijk is over de hele uitvoering. Dus denk aan de monteurs, de projectleiders. Maar we willen meer groeien op meer structuur in de organisatie en zorgen dat het allemaal vloeiender loopt. Ja, jij zei zelf al in het begin van je kwam vanuit de evenementen vanuit Spanje overgevlogen. Ja. En die evenementen heb je niet helemaal losgelaten. Ja, ik heb het een jaar of drie losgelaten. En helemaal niks mee gedaan. Ik was er ook helemaal klaar mee. Okay. En op een gegeven moment begint het toch weer te kriebelen, omdat je wat mist in de markt. Dan denk je, waarom doet niemand dat? Waarom pakt niemand een bepaald genre aan? Een paar jaar geleden, ik was jarig, en toevallig viel mijn verjaardag op een vrijdag. Als niemand het doet, dan doe ik het en dan vier ik mijn verjaardagsfeest. En dat was volgens mij, we gingen online en 3 dagen later was het uitverkocht. En toen dacht ik van oké. Dat was wel een teken van jou, van dat is markt. Dat is markt, ja. Ja, het klinkt een beetje alsof er heel veel dingen zijn die je leuk vindt om te doen, waar je energie uithaalt. Ja. Hoe krijg je het geregeld om alle ballen in de lucht te houden? Schakel een goede adviseur, waar je echt tegen het licht kan houden, die een spiegel voor kan houden van nou, ik heb weer een kans gekregen, ik ben een emotioneel persoon. En als ik iets tof vind, dan wil ik het meteen aanpakken en dat is niet altijd goed. Ik moet een persoon naast me hebben die eigenlijk precies tegenovergesteld is. Die rationeel is, misschien niet commercieel, dat ben ik al. En die me een spiegel voor kan houden van nou, leuk dat je dat tof vindt om te doen, maar hoeveel tijd ben je erin kwijt? Hoeveel kan je eraan verdienen? Is het wel verstandig? Een goed personeel te hebben, want alleen kan je niks. Nee. Goede partners, ik heb geen één project wat ik doe, doe ik alleen. Nou ja, succes de komende tijd, hè? Okay. Je bent al bijna uit beeld verdwenen, maar dat is niet erg. Dankjewel en succes voor de komende jaren. Hè? Dankjewel. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal. Like onze Facebook-pagina en volg ons via Instagram. Zeker.